De volgende dag heb ik een afspraak op de Bravo. Dit is de zeer beperkt beveiligde inrichting. Hier zitten dames die aan het einde van hun straf zitten en worden voorbereid op hun terugkeer in de maatschappij. Er is hier veel meer vrijheid dan in de rest van de gevangenis. Betty, die ik al eerder tegenkwam bij het fietsuitje, is een van de begeleiders op deze afdeling. Kom je storen, want de deur is open. Ja, welkom. Hi. Hoe is ie? Ja, goed. Ja? Ja. Lekker dagje. Hier laat. Ja hoor. Op de Bravo staan de deuren 24 uur per dag open en de cellen heten hier kamers. Kijk, het verschil van de gevangenis en het open gedeelte is dat wij proberen het wat huiselijker te maken. Ja. Ja, dat het meer gemeenschappelijk wordt, dat ze veel meer op de groep zijn aangewezen. Ze hebben hier s'avonds een zitgedeelte. Ja. Kunnen ze koffie drinken, tv kijken. Maar betekent dat ook dat ze meer samenwerking vergt onderling? Ze zijn ook verplicht om hier iedere avond gaan we eten. Oh, echt waar? Ja. En dan, dan komen de gesprekken op gang. Hè? Hoe was je dag? En dat soort dingetjes. Net zoals thuis. Ja. Eigenlijk. Zoals dat klopt, thuis, tenminste. Ja. In een ideale situatie. Wat hier erg leuk is van deze afdeling is dat de dames allemaal hun eigen sleutel hebben. En dat is dan een stukje het eigen verantwoording. Maar jij hebt ook een sleutel? Ja, ik ben personeel. Oké. Ja, nou, dit is de kamer van de dame. Je ziet, dit is kleiner. Het is echt wel anders. Ja, het is knusser. Ja. Wat de voordeel is, hier kunnen de ramen open. Ach. Het is wel een stukje van frisse lucht en vrijheid. Ja. Nee. En de badkamer ziet er een stuk gezelliger uit. Goedemorgen. Ja. Gewoon een normaal toilet. Ja, een douchekraan die ze kunnen verstellen. Heel erg belangrijk, want in de gevangenis hebben ze ineens een knop. Ja, en een normale toilet, een wc-bril. Dat is al gewoon heel veel. Dat betekent gewoon heel veel. De vrouwen van de Bravo mogen zelfs overdag het gevangenisterrein verlaten om buiten in de echte wereld te gaan werken. Zoals Patricia, die nog even de boel aan kant maakt voordat ze naar haar werk gaat. En hoe lang ben jij hier, in dit gedeelte? Dit gedeelte, 4-5 maanden. 4-5 maanden? Ja. Zal ik je even helpen met afdrogen? En waarom zat je in de gevangenis? Door drugsmokkel. Ja. Ja, maar het is ook niet bewust gegaan, hoor. Wat bedoel je? Het werd verstopt. Verstopt? Ja, in mijn koffer. Maar als iemand je een pakje meegeeft, dan zie je dan niet wat het is? Nee, het ligt echt helemaal precies als wat in een pakje moest zijn. Wat moest erin zitten dan? Chinese vruchtenpruimen. Pruimen? Ja. Er was niets verdachts aan? Helemaal niet. Die mensen zijn zo slim. En zat het dan daarin of zo? Jawel. En toen je werd aangehouden, hè? Dat was dan op Schiphol? Jawel. Had je enig idee dat dat kon gebeuren? Nee, dus ik was met mijn dochtertje. En toen werd ik naar boven gebracht. En daar hebben ze gezegd dat ik even moet blijven, want ze hebben me een paar vragen. Dus ik denk van ja, het was wel een of andere controle. Kijk als mijn papieren in orde zijn. Dus tot ze met mijn koffers naar boven kwamen. En toen heeft hij het opengemaakt. Ik had het slot, het was gebroken. Ik dacht van ja, dit is brutaliteit. Wat gaat hier nou gebeuren? Toen heeft hij het getest in een zakje en het werd blauw. Toen zei hij, vanaf dit moment ben je aangehouden. Wat gebeurt er dan met je op zo'n moment? Wat moet ik zeggen? Je bent helemaal kapot. Het lijkt alsof je helemaal naar beneden in zakt. Ik keek alleen maar naar mijn dochtertje. Ik dacht van ja, wat nu? Gelukkig sliep ze. Ja, ik wil daarover niet praten. Wat echt zie ik het weer voor me en die dag, ja. Pijnlijk. Ja. Patricia doet er alles aan om een beter leven op te bouwen voor haar en haar dochtertje. Ze zit in een leerwerktraject waarbij ze binnen de gevangenis een horecadiploma kan halen. En ze heeft een baan in een restaurant. Ik begrijp dat je straks naar je werk moet, naar Rotterdam dus. Dan hoe ga je dan met de bus? Eerst met de bus, daarna met de trein. 1,5 uur reizen. Jeetje. Nee, ik vind het niks hoor, want ik ben buiten, dus dat is belangrijk. Ja. Niet hier, gewoon buiten. Ja. Hoe was dat de eerste keer? Het ging me naar mijn hoofd van ja, ik ben gewoon buiten. Ik moet het niet verpesten, zodat ik gewoon door kan gaan. Ik ben nu al een jaar bezig om en neer te gaan. Is het niet gek om, want dan ga je elke dag ga je naar je werk in Rotterdam. Maar s'avonds moet je hier weer terug. Is dat moeilijk? In het begin wel. Je moet echt sterk zijn om terug te komen hoor. Ik begrijp dames die op verlof gaan of misschien werken en niet terugkomen. Ik begrijp ze wel. Ja? Je moet echt sterk zijn om terug te komen. Ben je wel eens in de verleiding geweest? Nee, dat wel niet. Nee, want je moet denken van, stel je doet het wel. Mm-hmm.
verpest het alleen maar voor jezelf. Want je weet, ga je komen zoeken. Je weet, je bent niet vrij. En dan kom je terug, verlies je al je vrijheden. Moet je weer achter de deur. Dus het is een keuze die je zelf maakt. Wat voor restaurant is het? Wat voor keuken hebben jullie? Culinaire. Oh. Ja. Oh, dat klinkt goed. Zo, je mag wel een drupje olie gebruiken, hè? Ja, echt. Goedemorgen. Goedemiddag. Ga naar het werk. Ga je naar het werk? Oké, veel plezier. Dank je wel. Werkster. Dank je wel. Ja, goede reis, hè? Ja, dank je wel. Dag.